Ik ben hier in Nantucket, het eiland waar de rijken eigenlijk uithangen. De 0,1% van de bevolking. Dit eiland was heel bekend van walvisvaart. Hier werd 50% van alle walvissen werd gevangen. Dat was hier gigantisch druk. Op een gegeven moment een enorme crisis. Maar nu komen de rijken hier. Als je kijkt hier, Eric Schmidt heeft een huis vlak bij mij. Ik zal het zo nog even laten zien. Hier zit Bill Gates, heeft hier een huis. Alle grote, de John Chambers van Cisco. Iedereen heeft hier een groot huis. Echt, je ziet hier gewoon in de achtergrond een mooie stenen muur. Of stenen weg. Het is hier gewoon echt een fantastisch dorp. Met allemaal huizen die 15, 20 miljoen euro kosten om te kopen. En die dan als zomerhuis worden gebruikt hier. Het vliegveld hier, waardoor 140 vliegtuigen per dag soms bezocht. Allemaal private jets. Gigantisch leuk eiland. Maar ik sta hier voor een jeep. En die jeep die vond ik interessant, want ik zag hem op mijn, iPhone. Hij zet Bluetooth uit. En hij heeft ook een internetconnectie. En Chrysler, de maker van de jeeps, die natuurlijk ontzettend een van de derde autofabrikanten is van de wereld, die is heel agressief bezig om gewoon mooie connecties te maken voor je entertainment systeem. Je kunt dus gewoon via je iPhone kun je je entertainment systeem controleren. Je kunt zien hoe het met de auto gaat. Net zoals de Tesla. Alleen, ze zijn daar niet zo ontzettend goed in. Autofabrikanten zijn dat natuurlijk nooit. En wat is nou het probleem? Een aantal hackers, Wired had een fantastisch artikel waarin een aantal hackers via de Bluetooth connectie zijn ze in het entertainment systeem gekomen, hebben een chip hergeprogrammeerd en zijn daarmee in de bus gekomen. En kunnen nu op afstand de remmen bedienen, de motor aan en uitzetten, gas geven, de richting aanwijzen, alles eigenlijk. Op een auto zit in de bus. En als je die bus op een gegeven moment kunt controleren, dan kun je ook fysiek die auto, zeg maar, compleet laten, allerlei dingen laten doen die levensgevaarlijk is. En ja, Chrysler heeft nu de eer om dat als eerste te krijgen, maar eigenlijk kun je het gewoon zien. Straks gaat dat ook met BMW. Had ook al eens een keer iets dat op een gegeven moment alle auto's van BMW, de i3, die kon je de afstandsbediening, die kon je eigenlijk gewoon universeel makkelijk herprogrammeren. En Tesla heeft ook wel eens een keer een issue gehad. Alle autofabrikanten moeten nu leren om softwarefabrikant te worden en op een gegeven moment goede security en veiligheid te doen. Uitermate belangrijk en uitermate moeilijk om op een gegeven moment goed voor elkaar te krijgen. Dus dat is gewoon spannend. En ik vroeg aan de eigenaar, ik liet hem dat artikel zien en ik zei van, hey, hoe vind je dat? En hij schrok zich helemaal dood en ik liet hem even zien hoe hij op een gegeven moment zijn connectivity uit kon zetten. Maar hij wou niet op de camera vertellen hoe het daarmee ging. Dat was dan jammer. Dat kan me ook wel voorstellen dat je dat op een gegeven moment niet wil doen. Maar software maken, alle producten worden software. Connectivity is software, Internet of Things. Uitermate belangrijk, uitermate interessant. In 50%, wat dat betreft is dat een grote kans ook bijvoorbeeld voor BlackBerry. Want 50% van de connected car zit QNX in. Ik weet niet of dat in deze zit. Want QNX is een super veilig, super secure en met high privacy uitgerust systeem. Kernreactoren lopen erop, energiecentrales, elektriciteitsdistributiesystemen. Dus dat is eigenlijk een geheim wapen wat BlackBerry nog heeft. Die is net van 20 miljard omzet naar 3 miljard gegaan en is van 50% omzet hier naar 1% gaan, maar ze hebben nog een heel veilig operating systeem. En dat gaat dus de komende jaren uitermate interessant worden, zeker als bekend wordt van dit soort zaken. De hackers hebben het trouwens heel netjes gedaan. Ze hebben 9 maanden geleden al aan Chrysler verteld, zodat ze een patch kunnen doen. Maar die patch die kan niet over de air worden gedownload. Die moet fysiek met een USB-stick worden geïntroduceerd. Ja, dus dat is natuurlijk helemaal niet veilig. De 50-80% van de mensen doet dat gewoon niet. En ze gaan op een hackersconferentie gaan ze binnenkort aankondigen hoe ze dat gedaan hebben. Behalve dan dat ze niet gaan vertellen hoe ze die chip hebben geprogrammeerd. Maar ze gaan in ieder geval een aantal zaken opgeven. In Wired, en je ziet in deze video onder een linkje er naartoe. En de groeten hier van dit eiland, waar dus gewoon de rich and famous uithangen, Nantucket, Massachusetts, Amerika.